I am not a player for the bench. Yes, vanaf vandaag begin ik met een nieuw concept. Ik ben op zoek naar de grote helden van de grote velden. Ik heb scouts door heel Nederland. Maar als jij vindt dat iemand opvalt, kan je dat natuurlijk laten weten hier beneden in de comments. Op vele verzoek wilden mensen een wedstrijd zien van Ejoep het Monster. Hij speelt bij het Nederlands elftal, maar ook bij Feyenoord onder 16. Zijn trainer Robin van Persie, zijn leeftijd 14. En toch speelt hij onder 16 en hij is aanvoerder. Het is vandaag weer matchday, oftewel de dag van de wedstrijd. En vandaag volgen wij Ejoep het Monster. Wij zijn hyped. Ja, hij speelt dus bij Feyenoord en hij speelt vandaag tegen AZ, tegen Melle, zoals je daar kan zien. Maar wie je ook ziet is Tigo, Jaden en Hessel. Oh nee, Hessel was die andere, ja, tweeling. Trouwens, hier zie je Ejoep. Hij is een beetje verrast door de komst van Koenzi toen. Hij wist van niks dat we hem zouden filmen. Dit was allemaal last minute ook gepland. Het is dus een topwedstrijd. Feyenoord tegen AZ. Daar de legendarische coach Robin van Persie. Melle is trouwens ook aanvoerder. Hey! Handjes worden geschud tussen Melle en Ejoep. Dat was een koude handshake. Zoals je al weet, er is een verleden op Toezari TV. Ja, wacht. Jullie praten niet met elkaar. Wat was die tori? Wat is gaande? Het is helemaal niks. Voor mijn kat is niks gaande. Wat is er gaande? En de aftrap is genomen. AZ in balbezit, speelt hem rustig achterin rond. Feyenoord zet druk. Bal wordt naar de zijkant gespeeld. Ik ken natuurlijk niet alle namen van AZ. Een mooie versnelling. Nee, die bal gaat uit. Daar zie je Ejoep. Hij heeft een hele lange verdediger tegenover zich. Probeert hem door te spelen. Begint wel ook nog eens door te sprinten. En uiteindelijk komt daar niks uit. Hier kopduel gewonnen door Feyenoord. Komt die bal uiteindelijk bij Ejoep het Monster. En de eerste twee balcontacten zijn niet heel gelukkig. Ejoep die toch doorzet. Zet zijn actie in. Kijkt. Dat is trouwens heel belangrijk, hè. Als je voetbalt, het is super belangrijk dat je over de bal heen kan kijken. Zoals je hier ziet. Ejoep die eventjes kijkt waar iemand vrij staat en vervolgens wil hij hem dan inspelen. En uiteindelijk komt daar een corner uit. Ja, en Ejoep die neemt trouwens alle corners en vrije trappen, heb ik begrepen, uit betrouwbare bron. Doet zijn handje omhoog, bal komt voor. Oh, hij heeft gelijk zijn eerste assist te pakken. Wordt ook prima binnengekopt door Feyenoord. Het staat 1-0. En vervolgens, hij gaat zeker de coach even een handshake geven. Nee, hij gaat naar de speler. Die speler die gaat nu weg. Waarom gebeurt dat? Hij is toch niet degene die zegt, je moet gaan warmlopen? Nee, misschien dat hij wat voor hem moet ophalen ofzo. Oké, AZ inmiddels in balbezit. Melle speelt hem goed door. En ja, het is wel jammer dat ik trouwens niet al die namen weet. Dit is heel goed doorgespeeld en dan komt die bal voor en uiteindelijk komt daar een corner uit. Eens even kijken. Ja, goede corner. Belandt uiteindelijk buiten de 16. En uiteindelijk ook uit. Hier Ejoep onder druk gezet door twee man tegelijk. Jaden en Hessel die hem aanpakken. Melle en Ejoep hier in duel. Bal komt uiteindelijk bij die spits. En daar is Summer de Snow. Die is aanwezig. Die komt natuurlijk uit Rotterdam-Zuid. Voor haar is het één keer koppeltje duikelen. En dan kan ze lekker genieten van deze wedstrijd. Zoals je weet is ze topmodel, maar ook een liefhebber van voetbal. Fijn dat hij inmiddels in balbezit. Ejoep weer heel goed dat hij kijkt. Prachtige paas. Jammer van de aanname. Ook hier weer heel belangrijk. Voor iedereen die voetbalt, zorg ervoor dat als je op het middenveld staat, het eerste wat je doet is diep kijken. Kijk of je iemand kan wegsturen. Als dat niet kan, kun je altijd nog even breed spelen. Of terug, of je actie maken. Maar kijk hoe goed hij hier kijkt. Het is trouwens echt een schitterende paas. Jammer van de aanname, maar dat kan gebeuren. En dan, weer een corner voor Feyenoord. Net deed hij een handje omhoog. Dat doet hij nu weer. En die bal komt ongeveer precies op dezelfde plek. Nee, meer bij de eerste paal. Bal gaat eruit, wordt aan de zijkant gespeeld en dan voorgelegd. En de keeper die kan rustig de bal in zijn handen klemmen. Dit is Jaden, zoals ik al zei, ken hem van de SC Straat League. Goeie speler, ik wist trouwens niet dat hij rechtsback was. Hier een duel, komt uiteindelijk bij Feyenoord terecht. En een mooie bal van Nessim, die trouwens eerst bij AZ speelde en nu bij Feyenoord. Hij doet het echt heel goed. Ik begreep dat hij werd gezien als een moeilijke jongen, maar nu eigenlijk helemaal op zijn plaats is in Rotterdam-Zuid. De counter van AZ. Die hebben snelheid, alleen die snelheid gaat er nu uit. Dan goed aan de zijkant gespeeld. Nog een versnelling. Heeft hij een linker in huis? Nee, gevaarlijke tackle. Dit had zomaar een penalty kunnen zijn. Het is geen penalty, hij blijft wel op de grond liggen. Dit is gewoon een hele mooie tackle. Melle die kijkt even wat er gebeurt. Bal wordt voorgelegd. En uiteindelijk, Ejoep probeert hem met de hak mee te nemen. Dit is Melle, speelt hem goed door voor de 1-2.
krijgt hem uiteindelijk niet terug, wel een andere speler en dan... Oh, is dit een penalty? Is dit een penalty? Is dit een penalty? Ja, het is een penalty. Oi, 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 oi. Kan de keeper zijn fout goed maken? Ik denk het... Jawel! Wat een redding. Hey, geen grappen met deze keeper. Hij wordt gefeliciteerd door zijn eigen ploeggenoten die natuurlijk zelf ook super blij zijn dat dit geen goal is geworden. Laten we even kijken naar de herhaling van zijn prachtige redding. Hey, die was echt wel goed in de hoek geschoten en nog heeft hij hem. Hè? Compliment aan deze keeper. Kleine bijloop. En dan, trouwens, ik zet hem weer even op slot. Als je wilt dat ik dit vaker doe, laat het weten hier beneden in de comments. Ik ga reviews doen over voetballers over heel Nederland, door heel Nederland. Dus waar je ook bent, als ik zie dat je shined, dan kom ik langs. Ik ben op zoek naar shine, dus ik wil altijd iemand in de spotlight zetten. Dat is waar Toezani TV voor bedoeld is. Voor alle soorten voetballers een podium om te shinen. Dan zet Nessim hier druk op de laatste man van AZ. Allemaal teamgenoten. Eerst speelde hij dus bij AZ. Hij speelt nu tegen zijn oude teamgenoten. Wat is dit? Oh ja, het is een vrije trap. Lig even op een penalty, maar het is een vrije trap. En zoals ik al zei, Eyüp die neemt alle vrije trappen. En Cornes gaat achter de bal staan. Keeper die zijn muur goed zet. Belangrijk. Eyüp het monster achter de bal. Handjes in de zij. Er wordt overheen gelopen en dan... Wow! Hey, dit is wel netjes, man. Ik verwacht het ook niet anders van Eyüp het monster, maar dit is wel echt strak in de kruising genomen, over het muurtje heen. Muurtje had nog kunnen meespringen, maar dan nog, dit is wel echt netjes gedaan. Kijk, nog even de herhaling. Boom, zelfs in die slow motion gaat die bal redelijk hard. Eyüp het monster doet ze. Ja, nog een duimpje omhoog van de trainer. Robin van Persie. En dan, linksbuiten met een mooie 1-2, wordt dan de diepte ingestuurd. Ook deze man is super snel, maar zo snel ook weer niet. Dan Feyenoord in de aanval, schot van Eyüp. En, ik mag ook kritisch zijn, deze had hij beter kunnen drukken. Oh, nee, wacht, het is een corner. Dat betekent dat hij hem goed raakte, maar uiteindelijk door de verdediger aangeraakt is. Ja, het weer die hand omhoog. Of heeft hij ook nog links-rechts hand? I don't know. Goeie bal! Oh, bijna zijn tweede assist. Ja, voor de duidelijkheid, hij heeft al 1 assist en een goal achter zijn naam. Feyenoord in de aanval. Eyüp wordt ingespeeld. Wat gaat hij doen? Hij gaat schieten. Nee, hij zet zijn man wel opzij. Gaat toch schieten. Slap balletje. Of was het een paas? Ja, ik denk dat het een paas was. Nessim speelt hem in hier bij Eyüp. Eyüp met de kap. Terug naar Nessie. Nessie, mooi voorgegeven. Ik zag hem echt die kruising ingaan gewoon. Kijk, dit is belangrijk. Hij kijkt. Hij kijkt weer. Hij kijkt weer. Hij kijkt weer. Hij kijkt weer. En dan, boom, naar de andere kant. Super belangrijk hoe vaak hij heeft gekeken, zodat hij de juiste moment kan uitkiezen. Uiteindelijk, ja, gaat die bal uit. Super belangrijk voor je overzicht. Hè? Continu om je heen kijken, want dan weet je wat er allemaal gebeurt op het veld. Hier wordt de bal voorgegeven. Spits neemt hem aan. Schot van Eyüp met links. Keeper heeft hem netjes in zijn handen. En dan Melle met de versnelling. En dat doet hij netjes. Met links speelt hij hem in. Die bal... Nee, volgens mij zit een ander shot. Maar, oh, het is een penalty. Het is gewoon weer een penalty. Keepertje, keepertje. Ai, 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 ai. En dan, een andere guy uit het Panenka. Hij doet Panenka. Deze gaat even in slow motion. En heb ik ook een mooie audio voor. Luister goed. I will chip over the goalkeeper, make him follow the ball in slow motion. Hey, Eyüp die geblesseerd is. Ik heb begrepen dat hij hard op zijn rug was gevallen. Dat beeld hebben we niet. Dat ziet er best wel heel vervelend uit. Zo vervelend dat hij naar de zijkant moet gaan. Betekent dit einde wedstrijd voor Eyüp? Eyüp met een hele, hele strakke bal. Weer belangrijk hoe hij van tevoren kijkt en daardoor ook de diepte in kan spelen. Hier komt een corner uit. Korte corner, weer met Nessim. Gaat dan meenemen met zijn linker. Geeft hij hem voor. Oh, 3-1 voor Feyenoord. Wederom een assist van Eyüp het monster. 2 assists, 1 goal. En dan gelijk de aftrap van AZ. Die bal wordt gelijk naar voren geschoten, want die keeper stond uit zijn goal. En die bal gaat eroverheen. We hebben hem niet mooi op camera, maar het is dus van eigen helft gelijk de 3-2. Spanning is terug. AZ is terug. En dan Eyüp. Weer tussen twee man. Wordt aangepakt. Dit is wel heel hard doorgaan. Vervolgens gaat die bal uit. En...
Nee, hij gaat niet uit. Hij wordt binnengehouden. Vervolgens gaat hij wel uit, wordt binnengehouden. En dan, dit is wel... Eén wordt daar aangepakt, is daar niet blij mee. Gaan we terugkijken in de herhaling, wat er nou eigenlijk precies... Ja, ik snap wel dat je boos wordt. Maar goed, gewoon laten gaan, doorgaan, spelen, let's go. Eyoub laat zien dat hij een goede aanvoerder is die zich niet gek laat maken. Want dat is volgens mij wat ze proberen te doen. Nu, een versnelling van Feyenoord, nummer 7. Ik zeg het even. Hij legt hem aan de andere kant neer. Dat lukt niet, keeper heeft de bal. En dan, een mooie verovering. Scheidsrechter geeft de vrije trap. Volgens mij snap ik dat het, ja... De frustratie, daar krijg je geel voor praten. Dan was het gewoon een mooie tackle op de bal. Maar goed, scheidsrechters kunnen fouten maken. Dan een wissel. Eyoub die kijkt om zich heen, zet zijn mannen nog even neer. 3-2, de wedstrijd is nog niet gespeeld. En dan nu, een vrije trap van Eyoub. Legt hem heerlijk klaar. En dan had dit de 4-2 kunnen zijn. De bal blijft daar nog in de 16, maar uiteindelijk werd dat niks. Anders is er niet in geknipt. Dan Eyoub weer aan de bal. Hij kijkt om zich heen, ziet die verdediger aankomen. Gaat vervolgens naar zijn linker. Nee, speelt hem in met rechts. Had hem eigenlijk op de andere been moeten inspelen. Maar goed, het is hem vergeven. En nu... Ik praat nu net als zo'n echte commentator. Het is hem vergeven. Dit is... Wie is dit? Ja, Eyoub nog steeds. Wordt onderuit gehaald. Gaat dan toch door. Die bal kleeft als het ware bij hem. Scheidsrechter zijn namelijk doorspelen. Nessien die hem inspeelt. Vervolgens komt daar een kans uit. Zijn het. Niks aan de hand. Eyoub gaat hij schieten. Heeft Melle tegenover zich. Heeft nog steeds de bal. Valt wel op, hè. De koning van de kluts. Zo werd Suarez bijvoorbeeld genoemd. Soms denk je dat het toeval is. Hier legt hij hem heerlijk neer. Als hij deze had gechipt over de keeper. Dan was het gewoon klaar. Dan was dat volgens mij goal van het jaar. Laat in de comments weten of hij nou echt een goal wil maken of een voorzet. Nummer 3 van Feyenoord, laatste man, wordt nu onder druk gezet. Hij blijft heel rustig zijn verdedigen uit. Een lange bal gaat, ja, komt gewoon in de voeten bij AZ. Krijgen we dan nog de gelijkmaker hier? Nee, die bal wordt weggepeerd. Weggepeerd, weggeknald. Nog steeds AZ in balbezit. Dit is een belangrijke fase in de wedstrijd. Gaan ze de winst meeslepen? Houden ze de winst in? Houden ze die 3 punten in Rotterdam? Of gaat AZ toch stiekem met een puntje ervandoor? Dat zou zomaar kunnen. Pas op, dit kan een penalty worden. Die bal wordt geraakt. Dus geen vrije trap, geen penalty. Melle hier wordt onder druk gezet door Eyoub. Maar toch een hele goede bal daar op die nummer 20. Is de bal kwijt. Hier Eyoub tegenover Melle. En wat gebeurt daar? Dat blijft een kluts. En uiteindelijk is dat een overtreding op Melle. Bal nu uit. Eyoub vloog erin, maar Melle die was er net voor. En dan hier, Eyoub. Die kijkt weer. Volgens mij pakt hij ook een beetje zijn tijd. Weer Eyoub. Mooie balletje tussendoor. Wat gaat hier uitkomen? Wordt dit de genadeklap? Bal wordt voorgelegd. Goeie bal. En dan, nummer 2. En dan, geen golasso. Hier is die man super snel. Wordt hem eruit gehaald. Is dat een overtreding? Ja, het is einde wedstrijd zelfs. En dan Eyoub, die nummer 7. Volgens mij, het is bromance. Hè? Volgens mij zijn dat matties. Oké, dit was de review op de wedstrijd van Eyoub het Monster. Ik hoop dat je hem beter hebt leren kennen. Ik hoop dat je er ook wat van geleerd hebt. En ik hoop dat je de volgende keer weer gaat kijken. Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer, anders ben je geen echte voetballer meer. En laat mij weten in de comments waar ik mijn scouts en camera's heen moet sturen. De grote helden van de grote velden. I am not a player for the bench.